Hi. Eens kijken wat een mooie lucht. Ik neem jullie even mee naar een balkon. Jullie zijn waarschijnlijk nu heel benieuwd wat ik aan het doen ben. Nou, ik ben dus dingen aan het opschrijven. Een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja dat zijn wij. Het is vandaag zondag 23 oktober 2022 en het is nu 1:30 in de middag geweest. Ja, ik zit nu in de auto zoals jullie kunnen zien zonder Rona's. Maar Rodi gaat zo meteen met zijn eigen auto naar zijn werk. En ik ga even op en naar Lisse. Want dat heb ik mama beloofd. En waarom, dat horen jullie zo meteen wel. Dus ik wens jullie gewoon weer heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Ja, ik ben alweer een tijdje thuis. Het is nu al inmiddels 4:45 uit mijn hoofd. Is dat zo? 4:45? Ja, het is inderdaad 4:45 inderdaad. Dat zeg ik heel goed. Mama die had dus aan mij gevraagd of ik even naar Lisse wou rijden. Dat heb ik gedaan. Omdat daar iemand woont waar mama zich zorgen om maakte. Maar die is wel gelukkig thuis, maar ze wou niemand zien en spreken. Nou, dan heb ik daar alle respect voor, dus ik heb het mama ook medegedeeld. Dus maar mama is al lang al blij dat ze er nog wel is, zeg maar. Dus ja. En ik heb nou eventjes een video even lekker geëdit. En dan ga ik even kijken wat ik nog meer kan gaan doen. Ja, die buurman is thuis. Ik ben thuis. En Roos niet thuis. Nee, die is aan het werk. Hey meisje. Wat is het dan? Wat is het dan? En daar ligt een jager Job. En daar komt een jager Job aan. Hi. Ja, ja, ja. Draak, ga eens aan de kant. Kom, ga eens aan de kant. Kom. Doe maar. Ga maar op je stoel. 1, 2. Ja. Zit jij lekker op je stoel? Zit jij lekker op je stoel? Hoi. Zit jij lekker op je stoel dan? Hé, hey, zit jij lekker op je stoel? Hé. Hey. Ja. Oh, ja, Draakje en die moeten maar weer bij, hè? Ja, hè. Ja, is handig. Ja, is handig. Hi. Nou, en daar ligt Lady dus. Dup. Dus deze twee zijn vandaag jarig. Die mevrouw twee kleuren oog, deze. Hi. En die hier ligt. Hallo. Ben je jarig vandaag? Ben jij jarig vandaag? Jij. Nou, dan niet. Hi. Ja, en dat is de buurman. Ja. Oeh, toevallig. Ja. En er is nog iemand. Ja. Vandaag. Er is vandaag nog iemand. Ja. Echt wel. Ben je mooi? Ben je mooi dan? Jij? Ja. Draak, wat ben je hem aan het doen? Kikkeboe. Jong, hi. Eens kijken wat een mooie lucht. Ik neem jullie even mee naar een balkon. Ja, moes kijken wat een mooie lucht hier wordt. Oh, oh, oh. Moes kijken wat een mooie lucht, hoor. Dit is zo gaaf, vind ik, hè. Dit vind ik zo mooi. Gewoon die lucht. Thank you.
Nou, ik ga maar even door waar ik gisteren was gebleven. Want anders is het zo'n korte vlog. Maar dat maakt niet uit. Jullie weten wie we zijn. Dat hoef ik nou niet uit te leggen. Maar het is nou wel maandag de 24ste van 2022. En het is nou 2:15 in de middag. Ja. Wat ik vandaag ga doen, dat is vlog editen en even gaan leren uit die grote map. Want vanavond heb ik weer een Skype meeting, zeg maar. Want Zoom werkt niet. Dus gewoon lekker via Skype. Helemaal perfect. Helemaal goed. En ik ga eerst eventjes mijn kop legen. Ik ga Ro waarschijnlijk bellen, maar dat weet ik nog niet. Geen idee. Ik zie wel hoe mijn dag loopt. Want ik ben gewoon momenteel heel erg moe. En ik moet gewoon ook heel erg luisteren naar mijn lichaam. En dat ga ik zeker doen. Ben ik moe? Ben ik moe? Dus ik ga het meemaken. Jullie zijn waarschijnlijk nu heel benieuwd wat ik aan het doen ben. Nou, ik ben dus dingen aan het opschrijven voor mijn studie. Zodat het wat beter in mijn kop blijft hangen. Net zoals in artikel 8 van het reglement rijbewijzen zijn de voorwaarden opgenomen waaraan een lesauto moet voldoen voor categorie B. Deze voorwaarden zijn: bedrijfsrem voor de instructeur / examinator, koppeling voor de instructeur / examinator, dubbele bediening. Bij een automaat een onderbrekingsknop voor de aandrijving of brandstoftoevoer. Die was ik helemaal aan het opschrijven nu net. En dan hebben we nog twee puntjes die ik op moet schrijven. Moet niet, maar ik vind het wel fijn. Binnen en rechter buitenspiegel voor instructeur / examinator. Dat moet ik nog gaan opschrijven. Een L-bord 16 keer 16 centimeter, al dan niet verlicht. Een daknaambord mag niet verlicht zijn. Dus ja, dus dat ben ik dus nu even aan het opschrijven. Dus zo weten jullie ook weer het een en het ander. Dat is altijd wel handig. Dus dat, dus dat ben ik eigenlijk aan het doen. Dus dat ga ik nog even opschrijven. Dat ga ik even lezen. Ik moet even, hoeveel bladzijdes? Dit moet ik even dus nog gaan lezen, jongens. Dus ik heb nog wat te doen. Tot met 8:00 vanavond. Ja. Zo, ik ben nu aan het wachten op Ro. Die moet ook zo enkel ogenblik hier weer thuis zijn. En dan gaat Ro dus de twee zusjes doen. Ik Lady. En dan gaan we lekker naar bed. Lijkt me een hele goeie. Want ik moet morgen namelijk mijn auto weer inleveren. Ja, en want mijn schoktemper is kadoek al hele tijd. Dus dat moet even gemaakt worden. Ja, dus dat gaan we zeker doen. En ik zit weer eventjes op TikTok en bij Kaartje. Ook gezellig. Dus ja, daar ga ik eigenlijk een beetje op wachten. Dus ja, we gaan het zien. Ja, slaapkamer. Dat betekent dat ik dus ga slapen. Dus vond jij dit dan weer een leuke vlog? Ik zou zeggen, abonneer even hier beneden. Doe het belletje aan, want dan blijf jij namelijk op de hoogte. Doe het duimpje omhoog. En laat even een leuke reactie achter. Dat zou ik heel tof vinden. En dan zou ik zeggen, dankjewel weer voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Ciao.